Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van deze geweldige game, namelijk Ori and the Blind Forest. En geweldig was, deels sarcastisch, maar ook wel deels gemeend. Het is een vette game, controls zijn slecht, maar verder is het wel gewoon... Kut, zit het wel allemaal gewoon goed in elkaar. Oh, ik ben de helft van mijn... Dan ga ik wel dood. De helft van mijn leven is kwijtgeraakt. We moeten even met full health... bij dat stukje proberen te komen. Oh. Want ik weet niet of jullie nog de vorige aflevering kunnen herinneren, maar toen had ik nogal problemen met naar boven komen. En dat was dit stukje. Maar nu kunnen we hier zeven met full health. En eigenlijk moeten we dan dat beest ook nog dood hebben laten gaan. Kijk. Zeven we nog een keer en dan is het één van die twee beesten is in ieder geval dood. Het is wel duidelijk wat er moet gebeuren. Ga dood. Oh, nog niet dood, met full health en dan nog niet dood. Dood. Opslaan, niks meer aan doen. Nu is de vraag. Dat kan dus niet. Hoe kan ik daar dan doorheen? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Maar dat komt voor de volgende keer. We moeten deze kant op, denk ik. Daar kunnen we nog niet komen. Oh, hoezo kon ik er niet bij? Oh, ik dacht, dit heb ik echt pro gespeeld. Dit heb ik ook pro gespeeld. Kabooming! Nice! Kijk, nu kan ik een nieuwe kopen. Air dash allows Ori to use dash in air. Ik denk dat die best goed is. Strength and radius of the light burst. Lastig, lastig. Ah, oké. Je kan dus niet timen waar die dan naartoe. Ah, hij pakt hem niet. Ah, ik ben boos. Nog een keer proberen. Oh, oeps. My bad. Hey. Nah. How dare you? How dare you? Moeilijk, 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 moeilijk. Ah, nu pakte. Dit is weer zo'n verhaaltje controls.
dat hij soms met ei hem wel pakt en soms hem niet pakt. En dat is nogal vervelend. Hoe land ik daar dan? Oh. Nice. Good. Nee. Ik wil niet geraakt worden. De stukje is zo kut. Oh, post. Even open doen. En even op start. Kerstcadeautjes binnen. Ik ben benieuwd wat hier de bedoeling van is. Looks like de bedoeling voor me. Oh, kut. Ik wil niet. Oké. Nu ga ik over die. Ah, die bitch is hier weer. Oh nee. Girls out there. The path of Misty Woods will be blocked. Distract her if we lose that rock. Let's lose that rock. En hoe is precies de bedoeling dat we die de rock lossen? Nice. Nu lig ik opeens daar. Het is knap dat ik daar naartoe ben gevallen, maar het zal wel. You collected Kuro's feather. To use this item, press A and then press RT. Right trigger, okay. Kuro's feather will allow Ori to glide freely or ride wind current. Okay. Ah. Wee! Dat is vet. Lol. Dat is best vet. Au, au, au. Laat me leven, dankjewel. Misty Woods, here I am. Nieuwe enemies.
Waarom zijn die zo moeilijk? Kutzooi. Dood! Hij is dood. Oké. Oh. Oké, dat ding is dood. Oh, dan is er ook opeens weer zo'n beest. Oh. Dat ding blijft me ook achtervolgen. Ik wil weten wat dat ding is. Dat ging niet goed. Ik denk dat dat overbodige commentaar is dat het niet goed ging. De Shrouded Lantern. This mysterious haze billows out of the stem. If we find a way to light it, the path may be clear up once again. Oké, duidelijk. Nice. Oké. Dus een of andere orb hebben. Ja, respawn al die kutbeesten. Moet kijken of ik bovenlangs. Ik denk dat ik gewoon moet kijken of ik weer bovenlangs kan gaan. Dit was niet mijn bedoeling. Wat is dit? Ah, oh, ik heb geen ding. Kut. Laat me maar doodgaan. Ik weet niet of ik hier zou moeten zijn. Ik denk het niet. Want hier wil ik ook helemaal niet zijn, maar ja. Dus even speedrunnen. Kijk, hier wil ik wel naar boven. Kijk, dan moet ik weer helemaal opnieuw vanaf daar. Iemand, gun mij iets waardoor ik terug kan komen daar. Het gevoel alsof dat gewoon niet kan. En dat is echt kut, want dan weet ik echt niet hoe je verder moet gaan.
Oké, hij is dood. Laten we dat even zeven dat hij dood is. Dat werkt dus niet. Oké. Hoezo komen er elke keer weer nieuwe enemies? Nou, dan hebben we maar één leven, dat kan ik natuurlijk nooit halen zo. Oké, ik weet hoe ik verder moet, maar met twee levens kan ik dat nooit halen. En ik moet eigenlijk daarboven zien te komen, maar dat gaat niet lukken. Nu heb ik wel extra levens. Oké. Zo kut dat ik geen save mogelijkheid meer heb. Ik weet nu wel ook daarboven kan komen voor wat extra levens. Nou, kom dan, kutbeest. Vogel, kom dan.
Goed, dit gaan we nog een paar uur doen. Oh, nu sprong ik er niet eens overheen, oké. Okay. Doe het dan! Doe het toch niet voor niks op ei? Nou, kutvogels, schiet op. Nou, kom hierheen. Nu ben ik er niks mee opgeschoten, heb ik nog steeds. En dus is daar opeens weer een enemy. Ik word zo moe van deze game. Hoe ben ik nu ergens waar ik niet zou moeten zijn, maar fuck it. Kut, oké, ik ga hem eerst killen. Kijken of ik daar levens van krijg. Oh, oké. Ik krijg er geen levens van, oké. Daar krijg ik wel levens van, maar ik kan daar niet saven. Ja, ik kan daar wel saven, maar het probleem is dat ik daar dan weer gehit gaat worden. Nee, toch niet, oké. Okay. 7-4 levens, dat is positief. Die doet best, die downwards ding doet best veel damage. Nee. Dat is zo irritant. Waarom zijn sommige jumpers zo kut? Oké, nice. Oké, dat kan wel. Oh, dat is heel goed om te weten. Wacht, waar zat ik nou op? Dat is leuk. Dat je opeens meteen weer een... En nu ook geen... Wat gebeurt hier in godsnaam?
Soul Link is ready. Wacht maar even. Ik heb gebruik van die Soul Link. Dit doet echt veel damage. Het is best wel een goede om te gebruiken. Zo gevoelig. Oké. Ik denk dat het tijd is om zijn Soul Link te gebruiken. Nice. En ik denk dat het ook tijd is om de aflevering te beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel erg bij de volgende aflevering van Ori and the Blind Forest. Adios, amigos.